De verhuizing van modewinkel De Sting van de Begijnhof naar de hoek van de Sarisgang en de Statengang is een opsteker voor de binnenstad. Volgens Dordrecht marketingdirecteur Gerben Bij is het een goed signaal dat De Sting bereid is om te investeren in Dordrecht. Daarnaast is er weliswaar per saldo één winkel minder in de binnenstad, maar staat daar tegenover dat er een pand minder leeg staat. De vernieuwde Sting komt op de plaats van de Cool Cat, Bart Smit en de Pearl. De Pearl is al verhuisd naar de Drie Vriendenhof. De Cool Cat en de Bart Smit sluiten definitief, maar in het Linderhuis, waar de Sting nu gevestigd is, komt een nieuwe kledingzaak, Costes. Ik vind het best. Ik kom zelf niet bij Sting, maar ik denk dat er wel een doelgroep voor is, anders doe je het niet. Kom er nooit. Maar een mega Sting ziet u wel zitten in de stad? Ja hoor. Ja, dat blijft altijd wel krimpelgroeien in Dordt, dat maakt echt niet uit. Het blijft altijd wel een levende stad met winkels en geen winkels en wel winkels. Dus dat, er zit echt geen verschil tussen van wel of een winkel minder of niet een winkel minder, denk ik. Ja, ik vind het eigenlijk wel oké, want ik kom niet zo heel veel in de Sting. Ik kom vaak bij andere winkels. Als die groter wordt zou ik het wel leuk vinden, maar voor de rest vind ik het alleen maar onzinner. Zeg maar, ik vind dat hij nou wel goed zit op de plek waar hij is. Lekker centraal. Ja, dat zeker. Iedereen weet ook waar hij zit nu. Dus ik vind dat hij lekker mag blijven hier. Ik denk dat het wel jammer is dat hij weggaat, omdat je dat gewend bent dat ze hier zit eigenlijk. Dat je dan gaat zoeken. Ja. Nee, dat, ja, dan zal misschien meer mensen ook hier naar binnen gaan als er dan geen Sting meer is, denk ik. Dus, ja. De vernieuwde Sting gaat in de loop van mei open. Over een maand starten de werkzaamheden al. De winkel op de Begijnhof sluit in maart. Dan wordt de zaak omgebouwd tot Costeswinkel. Die gaat medio juni open.